Goedemorgen, geliefde gemeente. Hartelijk welkom. Misschien hebt u uw ontbijtje al wel op, maar dan alsnog maar een geestelijk ontbijtje wat later op de borgen. Even een eitje tikken, misschien nog. Een goede paasgedachte willen we even nog vasthouden met elkaar. Ik wil met u lezen vanmorgen Psalm 42 en Psalm 43. Omdat die twee psalmen eigenlijk een eenheid zijn. Laten we het eerst eens met elkaar lezen. Voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik, en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met een optrak naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En bent u onrustig in mij, hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte vanuit de laagvlakte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan, maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden, 's nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen mijn God, tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven, hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Psalm 43. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en waarheid. Laat die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar het Godsaltaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde, en ik u met de harp kan loven, o God, mijn God. En dan weer die woorden, wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij, hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Geliefden, ik heb beide psalmen gelezen. En dat heeft te maken met dat die twee ook eigenlijk een eenheid zijn. Dus eigenlijk zijn er dan geen 150 psalmen, maar 149 psalmen, als je het eigenlijk goed wil zeggen. Tenzij we de psalm 151, die zult u waarschijnlijk niet kennen, dat is een lied van David, als we die erbij tellen, komen we weer op 150. Maar waarom hebben ze er dan toch twee verschillende psalmen van gemaakt, in plaats van één? Dat heeft verschillende redenen, maar om het niet te ingewikkeld te maken, heeft dat waarschijnlijk te maken met de Griekse vertaling van het Oude Testament. Dat noemen we de 70 of de Septuaginta. Die hebben namelijk boven psalm 43, boven deze psalm, u ziet het hier dat het als het ware doorloopt, hebben ze een apart kopje gezet. Maar we zien best wel overeenkomsten tussen deze psalmen. Zo zijn er een aantal Hebreeuwse handschriften, dus niet Grieks maar Hebreeuws, die het als één psalm zien.
Psalm 43 heeft in de Hebreeuwse tekst ook een eigen opschriftentitel. En in beide psalmen komt er een soort refrein voor. Wat buig u neer, mijn ziel, wat bent u onrustig? Dat vind je zomaar in beide psalmen. Dat zie je hier in vers 12, wordt mee afgesloten, 42:12, maar ook in 43 vers 5. Vandaar dat men de ene partij zegt, het is één psalm, en de andere zegt, het zijn er twee. Maar nu komt de vraag, hoe zouden we dan deze psalm op psalmen indelen? Nou, als eerste zou je hier drie gedachten in kunnen zien. We hebben het begin gelezen, daar lees je van een verlangen naar God. Er is een sterk verlangen in het hart van de dichter om die God weer te ervaren in zijn leven. En dat lezen we van Psalm 42 vers 1 tot en met 6. En dat eindigt met een soort opbeuring van zijn ziel. Mijn ziel, waarom buig je er neer? Je verlangt toch terug naar die God, dat is toch iets goeds? Maar tegelijk is dat vers 6 een overgang tussen 7 en vers 12 tot het einde. Want daar zien we een diepe klacht over de situatie. Die gaat zo ver dat hij zegt, watervloed, roept dat watervloed. Ik voel de golven over mij heen gaan. Er gebeurt van alles. Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen ze mij. Dus het gaat van een verlangen in 42 vers 1 tot 6 naar een diepe klacht over zijn situatie in 7 tot 12. Ook zouden wij die versen kunnen toepassen op deze tijd. Je verlangt naar God, ja. Voor de crisis was dat verlangen misschien iets minder sterk. Dat zou kunnen, want soms moeten mensen in crisis komen. Dat wens ik u niet toe, maar soms is dat zo bij ons mensen. En dan heb je dat verlangen weer naar God. God, doe hier iets aan. Waar bent u dan, God? Maar tegelijk, als het wat langer duurt, zoals deze crisis ook, dan ga je over tot een klacht. En toch wil ik u oproepen, want dat is de derde gedachte, om uw vertrouwen in God niet te verliezen. En dat vertrouwen, dat vinden we dus in Psalm 43, vers 1 tot en met vers 5. Daarom denk ik ook dat het één psalm is. Dat gaat over een groot vertrouwen dat die dichter vertrouwt op de verlossing van God. En dat is een eenheid. Een psalm eindigt nooit met een klacht normaal, op deze manier. En daarom denk ik ook dat het een eenheid is, want op het laatst, in 43, komt dat vertrouwen. En als je het als eenheid ziet, dan snap je dat verlangen in 2 vers 1 tot 6, en dan die klacht in vers 7 tot 12, en dan vervolgens in 43, die psalm vers 1 tot 5, zie je dan dat grote vertrouwen. Oké, dan gaan we weer terug naar vers 1. Een onderwijzing voor de zonen van Korach. Maar wie zijn dan die zonen van Korach? Misschien weten de kinderen daar ook wel iets van. Wie is die Korach? Dat is geen onbelangrijke vraag. Want als ik nummer 16 zou lezen, u mag het wel opschrijven voor later, dan zie je daar een vader Korach, die was in opstand gekomen tegen Mozes. En Mozes die zegt dan, laat ik het er maar even bij pakken trouwens, in nummer 16... Want dat zijn de schrijvers, hè, de zonen daarvan. De zonen van Korach staat er. Hier zien we vers 8 tot en met 10. En Mozes zei tegen Korach, luister toch, zonen van Levi, is het u niet genoeg dat de God van Israël u heeft afgezonderd van de gemeenschap van Israël om u tot hem te laten naderen, om de dienst van de tabernakel de Heere te verrichten en voor de gemeenschap te staan om hen te dienen? Hij heeft u en al uw broeders, de zonen van Levi, met u laten naderen. Wilt u nu ook het priesterambt? Ja, want ze hadden behoorlijk vreemd vuur op dat offer gelegd. We gaan weer even terug naar onze psalm. Dus dat zijn die zonen van Korach waar het hier om gaat. Psalm 42 moet ik hebben. Een onderwijzing van de zonen van Korach. Want je leest in datzelfde nummer, ik had hem niet te snel moeten sluiten, in vers 32,
laat ik hem maar weer opnieuw pakken. In nummerie, datzelfde nummerie 16. Maar in vers 32 zien we de gevolgen ook dat ze het niet genoeg vonden om God te dienen. De aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun gezinnen en alle mensen die Korach toebehoorden en al hun bezittingen. Ze hadden vreemd vuur gebracht, waren in opstand gekomen, Korach, Datan en Abiram, moet ik zeggen, die hadden een opstand gedaan. En ze worden gestraft met heel hun familie. In deze tijd sterven mensen ook. Niet omdat ze in opstand zijn gekomen, maar aan een virus. Maar, zegt u, als u wat oplettend bent, hoe kan dan deze psalm door de zonen van Korach zijn geschreven? Hoe kan dat dan? Want die waren toch met heel hun familie, waren ze daar in die afgrond gegaan. Dus dan was er ook niemand meer over. Hoe kunnen dan Korach's zonen die psalm hebben geschreven? Nou, dat was een vraag die ik mij ook stelde, zoals u zult begrijpen. Maar ik heb ook het antwoord proberen te vinden. Dat is altijd mooi van de Bijbel, dat je ook antwoorden mag vinden. Kijk, wat is dit een mooie regel of niet, geliefde? Dat lezen we na hoofdstuk 16, nummerie 16 hebben we net gelezen, in nummerie 26 vanzelf staat, maar de kinderen van Korach waren niet gestorven. Oh, wat is dat een genade van God. De kinderen heeft God gespaard. En dat is een enorm wonder. Enorm. En dat maakt mijn hart soms zo week, dat God iedere keer weer, en het was iets, een geweldige opstand, een geweldig verzet tegen God. En toch spaart God de kinderen. En dat niet alleen, die kinderen mogen hier zelfs een psalm schrijven, een onderwijzing, waar mijn hart altijd weer, als ik dat zing en soms met bovenstem ook hoor zingen, daar slaat mijn hart over. O mijn ziel, wat buig u neder. Wat heb ik die psalm vaak gezongen. Maar ook dat heigen het der jacht ontkomen. Gelijk de moede hinde naar het klare water smacht. Wat een woord. Schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht. Wanneer zal ik hem weer loven, juichen staan in zijn voorhoven? Misschien kent u die wel. Prachtig, de bundel 1967, die gaat over de moede hinde. Zoals de moede hinde schreeuwt, dat klopt ook beter met het vervolg, zo schreeuwt mijn ziel, staat er ook. Zoals het hert schreeuwt, schreeuwt mijn ziel. Daar wordt een vergelijking gemaakt tussen het uiterste van een dier die schreeuwt tot het uiterste van een mensenziel die schreeuwt naar God. Ja, je ziet ook die ziel van die hinde. Ziel is trouwens ook vrouwelijk, daarom vind ik hinde ook mooier dan het. Dat zult u begrijpen, want het is natuurlijk een vrouwtje, zet. Vandaar ook de moeder hinde. En die wacht, die kijkt met verlangen als het ware omhoog naar die berg. Want daar moet het vandaan komen, want die sneeuw die moet smelten op die bergtoppen van de Hermon. En door die smeltende sneeuw, u ziet dat het naar boven kijken en ook mijn ziel naar boven kijken, naar die God van de zegen. Laat die watervallen weer naar beneden komen, zodat het weer in mijn leven mag bruisen. Dat is dat verlangen wat hier staat beschreven in dat vers 1 en 2. En laten we zo omhoog kijken met ons hart, met onze ziel. En verlangen naar die God. Ik wil dat ook met u bidden, daar morgen bij gezondheid, als het God het geeft, mee verder gaan. Heere God, die smeltende sneeuw. Heere, zodanig dat er later als die sneeuw smelt en er is zoveel water, dan klaagt de mens weer dat het water hem overstroomt.
Ja, heren, dosering is moeilijk. We leven in een leven van uitersten, van dood en leven, van ziekte en gezondheid. Uitersten, rijkdom en armoede. Heren, bewaar ons. Eenzaamheid ervaren we allemaal op onze eigen wijze nu. De een wat meer dan de ander, maar we worden op onszelf teruggeworpen. En juist dan is er misschien tijd voor stilte van de ziel. Is het tijd om op te kijken naar God en te vragen, Heere, geef mij iets van dat verlangen van die moede hinde. Want ik ben ook moe, Heere, geworden van al dat verdriet in deze wereld. Van al die duisternis die over deze aarde woedt. Och Heere, grijp toch in. Grijp in het leven van mensen. In het leven van uw kinderen. Dat bidden wij u, Heere, uit genade om Christus wil. Amen.